In dit videootje ga ik je laten zien hoe je bij het voorbeeld van bladzijde 178 van deel 3 van VWOB, hoe je daar een GeoGebra bestand bij kunt maken. Oké, ik heb GeoGebra voor me en ik heb een punt wat volgens een bepaalde baan gaat bewegen. Nou, dat ga ik eerst invoeren in het systeem. Daarvoor moet ik eerst de twee functies invoeren. Ik noem ze ft en gt. Dus ft is gelijk aan 2 sinus haakje t, enter, gt, toetsen wordt zo wel weer lastig, gt is gelijk aan 2 sinus 2t, enter. Dat zijn de twee functies, nou die wil ik zo meteen weg hebben, maar dat komt nog wel. Ik wil nu dat hij deze twee gaat combineren. Nou, de manier waarop hij dat combineert in GeoGebra is door middel van een kromme. Dus ik tik in kromme. Dan geef ik aan dat de x-coördinaat is ft, comma de y-coördinaat is gt. Ik geef aan dat t de variabele is en dat die van 0 tot pi moet gaan tekenen. Nou, er zijn een hoop plaatjes door elkaar heen. Dus die rode en die groene die zet ik eventjes uit. En ik vind het wel leuk als mijn tekening, als die mooi blauw is. Dus ik kies hem, dan ga ik even naar instellingen, kleur en dan maak ik hem blauw. Zo, dat is één manier om te doen. Met het inzoomen van de muisknop maak je het plaatje wat groter. Oké, nou nu heb ik nog een punt op die kromme. Daarvoor kies ik hierboven in de menubalk kies ik voor punt op object. En ik wijs mijn object aan en daar heb ik mijn punt. Nou, die heet nu A. Die wil ik graag dat die P heet. Dus ik verander het even naar P. En ik wil ook graag dat de kleur rood is. Nou, dan kan ik hier naar de drie puntjes en dan naar instellingen gaan. Maar dan kan ook hier, daar bij blauw, kan ik een rode kiezen. Zo, mijn punt P is rood. En dat punt, dat kan ik heel mooi over de grafiek laten lopen. Hier kun je heel lang naar kijken. Dat zullen we nu niet doen. Wat ga ik nu doen? Nou, ik ga hier rechts zie je de opdracht. Ik ga nu de lijn OP ga ik maken. Dus ik moet een lijnstuk tekenen van O naar P. Nou, dat kan je het systeem automatisch laten doen. Ik ga eerst even punt O toevoegen. O is punt 0,0. Ik heb een kleine letter O. Shift op mijn toetsenbord doet het niet zo goed. Zo, O is 0,0. Die zit erin. En ik ga nu hierboven in het menu ga kiezen voor een lijnstuk tussen twee punten. Dan kies ik tussen O en P. Ik kan het ook intikken. Dan het is lijnstuk O, P. Kan je ook in één keer intikken. Maar ik vind het op deze manier ook wel leuk gaan. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik laat punt P eventjes wat verder lopen. Oh, dan zie ik dat ik per ongeluk een extra lijn... Ja, zo. Daar is mijn punt P. Ik heb nu... Ik kleur het even in het plaatje rechts. Ik heb nu deze lijn OP heb ik getekend. Het gaat uiteindelijk om het punt S. Nou, in het boek gaan ze gelijk het punt S uitrekenen. Ik vind het leuk om dit hele vierkant ook eventjes te tekenen. En hoe ga ik dat doen? Dat ga ik doen door een vector te maken van O naar P. En die vector ga ik vervolgens links omdraaien, zodat hij die kant op gaat. En dan reken ik OP. En dan maak ik hier een punt Q van. En daar een punt R. En die ga ik dan ook tekenen. Dus ik ga nu eerst tegen hem zeggen, ik heb de vector OP. Dus OP is een vector van O naar punt P. Enter. En dan tekent hij hem ook. Nou, ik wil hem eigenlijk niet hebben dat hij hem tekent. Dus ik klik erop. En, oh, ik wil niet op een punt. Ongedaan maken. Ctrl Z. Help. Naast mijn vector ook weg. Dat is lekker. Vector nog een keertje. OP is... de vector van O naar P. Enter. Ik moet hier even pijltje kiezen. Want als je pijltje kiest, kan je niet meer per ongeluk meer puntjes tekenen. En ja, ik zet deze weer uit, die vector. Nu hoef ik niet in beeld. Ik laat mijn punt P even lopen. Want ik vind het gewoon mooier als die er zo uitziet. Ik ga het even nog een beetje verfraaien hoor. Daar kan ik niks aan doen. Ik vind dat haartje dat niet zo mooi. Dus ik klik even op dit object. En dan kies ik op naam en dan zeg ik verborgen. Ik wil niet dat hij de naam laat zien. Oké, ik heb nu de vector OP gemaakt. Die heb ik eigenlijk niet nodig. Ik heb een vector OP linksom heb ik nodig. Nou,
OP. L kan niet, want dat is voor hem een opdracht. Maar OP links kan wel. En dat ga ik doen met roteren. Nou, krijg je rotatie. Dan zie je hem al. Object, hoek. Dus het object is vector OP. En de hoek is 90 deg. Voor de eerste keer had ik dat deg vergeten. En dan krijg je niet een mooi plaatje. Maar als ik nu op enter druk, dan maakt hij daar netjes de grease van. Nou, ook deze wil ik niet zichtbaar in beeld. Nou, ik kan nu de punten Q en R kan ik maken. Want punt Q, dat is punt P plus die vector OP links. Dus OP links. Dan heb ik punt Q. En punt R is punt O plus de vector OP links. Zo, dan heb ik punt R. Nou, dan wil ik er een vierkant van maken. Nou, dan ga ik natuurlijk weer lijnstukken maken. Van O naar R maak ik een lijnstuk. Van P naar Q. Van R naar Q. Van R naar P. En van O. Dat is mis, denk ik. Van O naar Q. Zo, dan heb ik een heleboel lijnstukjes. Al die lijnstukjes, daar ga ik ook eventjes de letters van uitzetten. Zo, ik heb eventjes alle labels uitgezet. En wat ik nu nog moet doen is mijn punt S aanwijzen. Nou, punt S is een punt. Punt S is een snijpunt van twee objecten. Ik wijs de twee objecten aan. En hij tekent daar, ja, hij noemt het punt A. Maar dat verander ik natuurlijk nu even in punt S. Nou, punt S wil ik graag rood hebben. Dus punt S selecteer ik. Oh, hij maakt weer punt A van. Ja, dat is even wennen. Je moet continu dat pijltje weer kiezen. Dat vergeet ik nog wel eens. Dus ik kies weer het pijltje. Nu kan ik punt S aanwijzen. En moet ik de kleurinstellingen op rood kunnen krijgen. Want ik vind het leuk als die een beetje opvalt. Zo. Nou, nu kan ik hier op de play drukken. En dan zie je dat mijn vierkantje zich ontwikkelt. Punt P die gaat netjes over de blauwe lijn. Mijn vierkantje wordt groter, wordt kleiner, verandert van plek. En je ziet punt S heeft continu een andere locatie. Nou, nu moet ik van punt S, zeggen ze, stel bewegingsvergelijking van S op. Oftewel, S heeft ook een bepaalde baan. Nou, om die baan zichtbaar te maken, zo, zet ik even de play zet ik uit, kan ik punt S kiezen. En kun je kiezen hier punt S, instellingen, en dan kies je voor spoortonen. En als ik nu weer op play druk van het systeem, kijk, daar gaat hij. En dan laat hij ook netjes zien hoe punt S loopt. En zo maak je van een baan van een punt en een vierkant, maak je een bewegend geheel in geheel gedaan.